En die zal zich ook dadelijk verontschuldigen omdat hij een plenair debat heeft. Meneer Wassenberg. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Nederland staat wereldwijd op de derde plek als het gaat om het gebruik van landbouwgif. En misschien nog wel hoger, want Greenpeace onthulde deze week dat de verkoopcijfers minstens 2 keer zo hoog liggen als de cijfers van het CBS. En voor glyfosaat is dat zelfs 5 keer zo hoog. En al jarenlang vraagt de Partij voor de Dieren om de cijfers over de verkoop van landbouwgif. Maar het ministerie houdt deze angstvallig geheim en stelt daarmee de belangen van producenten en gebruikers van dat gif boven de belangen van de volksgezondheid en een gezond milieu. Waarom houdt de staatssecretaris deze cijfers geheim en gaat hij dat veranderen? Dat hoge gifgebruik in ons land heeft namelijk desastreuze gevolgen. Allereerst natuurlijk voor de insecten die van de bloemen eten, waarna het gif hun centrale zenuwcels aantast. Maar ook voor vogels die door de insectensterfte onvoldoende voedsel vinden. Of die door het gif aangetast insecten eten en daardoor zelf sterven. Maar ook waterorganismen die verdwijnen. Voor ons drinkwater zijn er gevolgen, want het kost drinkwaterbedrijven steeds meer moeite om veilig drinkwater te garanderen. En last, maar zeker niet not least, voor mensen die om de akkers heen wonen waar gif wordt gebruikt. En voor hun kinderen die er langs naar school moeten fietsen. Ziektes als Alzheimer en Parkinson worden in verband gebracht met het hoge gebruik van landbouwgif. Dat moet anders en dat kan ook anders. Biologische en agro-ecologische boeren over de hele wereld laten zien dat een landbouwsysteem zonder kunstmest en zonder landbouwgif robuust en vitaal kan zijn. Met hoge opbrengsten door slim gebruik te maken van de natuur in plaats van de natuur dood te spuiten. Voorzitter, de staatssecretaris wil dat het gebruik van imidacloprid in de glastuinbouw wordt verboden. Dank daarvoor, graag ook zo snel mogelijk. Maar zijn verbod blijkt lastiger dan we zouden willen. Bovendien moeten we voorkomen dat het ene gif vervangen wordt door het andere gif. Hoe gaat de staatssecretaris daarvoor zorgen? Het moet gemakkelijker worden om op nationaal niveau landbouwgif en middelen voor particulieren te beperken of te verbieden. En het is natuurlijk te gek voor woorden dat zelfs het gebruiksverbod voor particulieren van glyfosaat nu later in werking zal treden. Terwijl de Kamer notabene om een algeheel verbod op het gebruik van het schadelijke gif door particulieren wil. Landen moeten nu zelf beslissen over de gifsoorten die ze wel of niet toelaten. En te vaak horen we nu, wanneer de Kamer zich uitspreekt om metamnatrium, neonicotinoïde, schimmelbestrijdingsmiddel of glyfosaat te verbieden, dat mag niet van Brussel. Is de staatssecretaris het met de Partij voor de Dieren eens dat het gemakkelijker moet worden om op nationaal niveau maatregelen te treffen? En is hij bereid om dit punt aan te kaarten bij de Europese Commissie en daarvoor steun te verwerven bij andere lidstaten? Voorzitter, het beleid is zo dat er pas gespoten mag worden met landbouwgif wanneer de inzet van preventieve maatregelen en milieuvriendelijke middelen onvoldoende helpt. Maar voor zover wij na kunnen gaan, wordt er niet of nauwelijks op gehandhaafd. En is de gangbare landbouwpraktijk voor een groot deel nog steeds gericht op het gebruik van gif. Ook voordat er sprake is van ziekte of schade. En aan de staatssecretaris wil ik nog vragen, hoe intensief wordt gehandhaafd op het gebruik van gif zonder noodzaak? Hoeveel procent van de zaden en bollen wordt er behandeld, zodat de hele plant giftig wordt voor insecten? En als de staatssecretaris achter zijn eigen beleid staat, dan moet hij ook voor handhaving zorgen. Dus een verbod op de preventieve toepassing van landbouwgif en handhaving van geïntegreerde gewasbescherming. Graag een reactie daarop van de staatssecretaris. Voorzitter, tot slot. In AgriFacts lezen we dat er op 7 maart gestemd gaat worden in het ambtelijk standing committee over de hernieuwde toelatingsaanvraag voor glyfosaat. Dat gevaarlijke bestrijdingsmiddel dat hormoonverstorend is en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waarschijnlijk kankerverwekkend is, mag onder geen beding weer opnieuw 10 jaar op de Europese markt worden toegelaten. Zullen de Nederlandse ambtenaren tegen deze toelating stemmen? Graag reactie en ik overweeg een motie op dat punt bij het aangekondigde VAO. Dank u wel, voorzitter. Er is een interruptie.